miljarden plan om de stikstofuitstoot terug te dringen. De vraag is alleen, kan dat geld niet beter worden besteed aan die stilgevallen economie? Of is dit juist het moment om die economie te verduurzamen? Juist vandaag besloot het kabinet om miljarden uit te trekken voor het terugdringen van de stikstof en van de CO2-uitstoot. De CO2-aanpak kost honderden miljoenen euro's. Voor het terugdringen van stikstof trekt het kabinet nog meer geld uit, ruim 5 miljard euro. Want alleen als de uitstoot van stikstof omlaag gaat, kan weer volop gebouwd worden. En dus wil het kabinet veehouders verleiden om hun bedrijf te verkopen. Maar verreweg het grootste deel van de stikstofmiljarden gaat naar het herstellen van kwetsbare natuur. Want dat moet van de rechter de natuur beter beschermen. Ja, mevrouw Schouten, het stikstofprobleem. Verschillende Nederlanders onder wie ik zelf was het eigenlijk al bijna weer vergeten. U vast niet. Nou, maar ik wil wel zeggen, het staat ook echt niet in verhouding tot een discussie die we nu hebben, ook over corona. Dat zijn natuurlijk ook echte problemen waar we nu zo hard door geraakt worden. En waar mensen, nou, dat gaat over leven en dood. En dat is hier gelukkig niet zo. Alleen, we hebben hier dus ook echt wel over nagedacht als kabinet van, moet je op dit moment nu ook hier doorgaan met dit soort plannen voor de stikstofaanpak? Tegelijkertijd weten we ook, en dat zagen we de afgelopen maanden natuurlijk al, dat de vergunningverlening eigenlijk voor een groot deel ook stilgevallen was, doordat hier een probleem zit en omdat we dit nog niet helemaal hadden opgelost. Wat we eigenlijk niet willen, wat we willen voorkomen, is dat straks de economie misschien weer wat gaat aantrekken. Misschien dat er weer wat activiteiten kunnen komen, mensen wat meer met het OV kunnen. Mm-hmm. En dat we dan uiteindelijk vastlopen op een stikstofprobleem. En daarom hebben we besloten om vandaag wel met een aanpak te komen en ook perspectief te bieden, zo ook voor economische activiteit. Ja. Om een indruk te krijgen hoe groot die problematiek was voordat deze coronacrisis kwam, hebben we een klein overzicht gemaakt. De uitstoot van stikstof door onder meer de industrie, het verkeer en de landbouw is in Nederland al jaren te hoog. Het kabinet moet noodmaatregelen nemen. Dit is een crisis van een ongekende omvang. Ik heb hem in mijn 9 jaar in deze baan in deze heftigheid niet eerder meegemaakt. Duizenden bouwprojecten liggen stil. In het hele land op de snelweg niet harder dan 100. De veestapel moet fors kleiner. De boeren reageerden furieus. En ook de bouw liet van zich horen. Alles werd ingezet om te laten zien dat ze het niet eens zijn met het stikstofbeleid van het kabinet. Ja, dat de bouw nu klem zit. Je moet uitleggen dat dit risico willens en wetens genomen is door jouzelf. Is dit het waar je mee komt na een half jaar om de natuur te herstellen? Het is volstrekt onvoldoende. We hadden dat allemaal graag sneller gewild. Maar het is niet zo dat er de afgelopen maanden iets gebeurd is. Ja, een miljardenplan. Een van uw doelen was het opkopen van vervuilende boerenbedrijven bij natuurgebied. Is er ook zoveel geld extra uitgetrokken om meer boeren uit te komen? Is er veel animo voor? Maar laat ik zeggen dat het geen doel is om bedrijven op te kopen. Het doel is om te zorgen dat we de stikstof omlaag krijgen en dat we die natuur verbeteren. Dat was ook de kern van de uitspraak van de rechter. Die zei, je hebt natuur te beschermen. Mm-hmm. Dat doe je niet goed genoeg. En als je dat niet beter gaat doen, dan heb je ook geen ruimte voor die vergunningverlening. Nou, dan heb je heel veel mogelijkheden om daar wat aan te doen. Nou, en onderdeel is dus ook om te zorgen dat je investeert weer in die natuur. Maar ook om te kijken op alle activiteiten in Nederland waar je die stikstof omlaag kunt brengen. Dat is niet één sector. Dit is niet een probleem van één sector. Dit is gewoon iets wat de hele samenleving aangaat en wat wij dus ook met elkaar allemaal moeten oplossen. Daar zitten verschillende maatregelen nu ook in die we hebben gepresenteerd. Het zit ook op mobiliteit, ook op landbouw, industrie, op alle sectoren eigenlijk. Waar we kijken hoe kun je ervoor zorgen dat het minder wordt met die stikstof. Heeft u een aantal concrete voorbeelden? Ja, we kijken bijvoorbeeld naar mogelijkheden om... bij de scheepvaart zie je dat als je die cruiseschepen binnenhaalt, dan zie je vaak dat er die generatoren nog staan te draaien. Je kan dat op een andere manier doen, dat heet walstroom, dus meer op elektrische manier. Dat bespaart kosten, maar het zorgt er ook voor dat je dus minder stikstof hebt. Je kan kijken bij de landbouw door op een andere manier een landbouwbedrijf te hebben, maar ook te kijken of je met slimme technieken zaken kunt doen, innovaties. Als het gaat op een andere manier een landbouwbedrijf, wat betekent dat? Nou, er zijn boeren bijvoorbeeld die in bijvoorbeeld tegen zo'n Natura 2000 gebied aanzitten, die daar op een bepaalde manier wel hun activiteit willen doorzetten, maar dan kan je dat bijvoorbeeld doen op een meer wat wij noemen extensieve manier, dus op deze manier dus met meer koeien in de wei. Dat zijn ook zaken waar die boeren zelf wel over nadenken. Mm. Het is niet zo dat wij ze dat allemaal moeten voorschrijven. Maar wij sluiten ook aan bij ideeën die daar al leven. En proberen daar ook dat te stimuleren. Je zou kunnen denken, we zitten midden in die coronacrisis. De hele economie is stilgevallen. De stikstofuitstoot is enorm teruggelopen.
Dat geeft ons iets meer rust. De rust, die 130 kilometer kan misschien nog even doorgaan. Of die boeren kunnen nog even doorboeren op deze manier. Hebben iets meer tijd om plannen op te stellen. Waarom doet u dat niet? We kijken ook naar wat de impact is nu van de vermindering van de stikstof. Het is natuurlijk waar dat er op dit moment ook minder stikstof uitgestoten wordt. Dus dat nemen we ook mee in onze plannen. Maar daarmee zien we ook nog dat het niet voldoende is om het hele probleem aan te pakken. En we weten ook niet hoe lang dit gaat duren. Ik hoop niet te lang. Want dit is natuurlijk een veel groter probleem. Die hele aanstaande recessie eigenlijk waar je in komt. Maar ik denk dat dit wel het moment is om te kijken waarop je de activiteit echt structureel zo kunt maken dat we eigenlijk niet meer tegen dit soort problemen aan gaan lopen in de toekomst. Want ja, we hebben daar steeds natuurlijk ook elke keer oplossingen bedacht die dan een tijdje meegingen. En dan zagen we uiteindelijk weer dat het weer niet voldoende was. Dus we proberen hier nu ook meer structureel te kijken hoe je dingen anders kunt doen. Op een manier dat je activiteit kunt doen, maar ook de natuur in stand kunnen. Meneer Siersma, een kolfje naar uw hand. Hè? U zegt net, eigenlijk moeten we de boel resetten. Moeten we dingen op een andere manier aanvliegen. Als u naar dit probleem luistert en de sectoren waarin dat speelt, waar denkt u dan aan? Ja, ik vind het wel heel verstandig dat we het niet helemaal parkeren. Natuurlijk hebben we een andere context op dit moment. Maar de minister geeft ook aan, we moeten dit niet parkeren. Omdat we straks met al die miljarden die we uitgeven moeten kijken of ze sterker uit die crisis kunnen komen en niet zwakker. Elk land in de wereld die landbouw en veeteelt heeft, zal met het stikstofprobleem te maken krijgen. Elk land in de wereld. Nederland heeft een hele grote sterke agro-foodsector. Waarom zouden wij dan niet zorgen, ook in deze crisis, dat wij alle innovaties en alle technologieën in boord hebben en dat we een van de sterkste landen zijn om de landbouw en de veeteelt zo te kunnen doen dat die milieuvriendelijk is. Uiteindelijk zullen we daar de winst van boeken. Ja. Uiteindelijk kunnen we dat ook exporteren. En alle landen van de wereld zullen in hun wetgeving vroeg of laat, sommige later, hiermee te maken krijgen. Denkt u dat dat klopt? Ja, zeker. Is dat ook het uitgangspunt? We hebben meerdere opties. Dus ook ten aanzien van de agrarische sector. We hebben steeds gezegd, de boeren die willen blijven boeren, die moeten dat gewoon kunnen doen. Er zijn er ook die willen stoppen. Die gaan we ook helpen. We hebben ook al eerder gezien dat de regeling voor de varkenshouderij, dat daar veel animo voor was. Maar juist degenen die willen blijven, daar hebben we veel opties voor. Om te zorgen dat zij misschien op een andere manier, maar ook alweer op een manier kunnen gaan boeren. Dat ook echt in de toekomst lang op die manier kan doorgaan. Nou, en wij zijn een heel toonaangevend agroland. Een van de meest toonaangevende agrolanden in de wereld. En als je dat wil blijven, dan zul je ook hiervoor oplossingen moeten verzinnen. Maar die kunnen uiteindelijk ook op andere plaatsen. We zien hier achter ons. We zien hier achter ons schattige biggetjes, varkentjes. Daar produceren wij er nogal wat van. Want dat is wel de term die je kunt gebruiken. En exporteren ook heel erg van. De vraag is natuurlijk nog of wij in de toekomst op die schaal varkensvlees kunnen gaan exporteren. Is dat de sector waarvan u zegt, die kan in zijn oorspronkelijke vorm van voor deze crisis nog weer terugkeren? Of daarvan zegt u, ja, dat is een sector, helaas, die gaan we niet meer in die hoedanigheid terugzien? Deze crisis, deze coronacrisis, die levert denk ik een vraag op voor alle sectoren. Dat is niet alleen exclusief. Maar laten we het even beperken tot deze varkenshouderij in bijvoorbeeld Brabant. Ja, maar toch, ja, op zich gaat nu de varkenshouderij op dit moment niet slecht. Er is nu heel veel vraag naar varkensvlees, ook met name in de rest van de wereld. China is er nu heel veel vraag naar. Ik denk wel dat we moeten kijken of we het op deze manier vol kunnen houden. Dus het is niet zo dat we zeggen van het doel is om minder boeren te hebben of iets dergelijks. Maar hou je het op deze manier vol? Ik denk dat we daar. Wat denkt u? Daar heeft u wel goed over nagedacht. Houden we het op deze manier vol? Nou, ik denk dat er op onderdelen wel wijzigingen moeten gaan plaatsvinden. Dat hebben we ook gezegd. Het is niet zo dat we per se door kunnen gaan zoals we het hebben gedaan. Alleen door dan gelijk te zeggen van er hoeft dus helemaal geen landbouw of wat dan ook in Nederland zijn. Dat is ook weer een hele andere kant op. Maar het wordt wel interessant of u als bewindspersoon de verleiding kunt organiseren om de verandering ook versneld tot stand te brengen. Ja, en dan heb ik het echt over verleiden, niet over dwang. Maar u hebben het over Carola Schouten. Nou, ja, zeker. Ik stel de vraag niet voor niks. Want ik geloof daar echt in dat er echt verleiding moet gaan plaatsvinden. Op weg naar weer betere en nieuwe, aansluitend op al die kwaliteit die we hebben, ook in de landbouw. Dat geldt ook voor het bouwen. Iedereen is nu bang. Ja, we mogen ook nergens meer bouwen. Ja, want dat is wel een goede vraag. Is dit hele pakket ook opgesteld zodat er genoeg gebouwd kan worden? Dat was wel een van de factoren natuurlijk. We zien dat in de bouw, er is heel veel behoefte aan woningen. En we zagen ook tegelijkertijd dat dan een knelpunt begon te worden door die stikstofproblematiek. Ja, als je dan wil dat straks
als we de economie weer wat kunnen aanjagen, dat daar dus ook weer die mogelijkheden zijn om te bouwen, dan moet je hier ook wel de problemen aanpakken. Maar nogmaals, niet alleen omdat het een probleem is, maar ook omdat je klaar wil staan voor de toekomst. Klopt. En dat is ook in de heel de agrosector is dat ook het geval. Daar zit ook ongelooflijk veel innovatie, daar zitten veel ideeën. Daar zit ook de bereidheid om na te denken van wat is nou eigenlijk precies onze toekomst. Ligt ook bij de consument. Ik denk dat wij zelf ook een rol hebben van waar kiezen wij nou voor voor dat stap staan. Inderdaad. Ik ben het met de minister eens. Wij zouden die innovaties in Nederland in huis moeten hebben. Uiteindelijk leven we met 7,5 miljard mensen op een veel te veel druk op ons klimaat en ons natuurlijk systeem. En dat zullen we in deze crisis ook mee moeten nemen. Het woord innovatie is gevallen, het woord toekomst is gevallen. We gaan zo praten namelijk met PSV-directeur Toon Gerbrands en voetbaljournalist Jeroen Stekelenburg over de KNVB.